Goed, en bij mij in de studio Bart Caron van Groen. Te veel nitraat in het water, wat zijn daar de gevolgen van? Wel, dood water. Hè. Zo ik het kunnen omschrijven, dat is water. Geen leven. Waar weinig of geen leven nog in is, waar vissen en andere insecten, watergedierte en kan gedijen. Eén, dat gaat dan over beken en rivieren. Maar het is ook ongezond voor de mens, te veel nitraten in het water. Want dat water dringt ook in de bodem, dieper in. Wordt grondwater, wat we oppompen voor ons kraantjeswater. Hè. En als we dus te veel nitraten en fosfaten in ons water zetten, dan moeten er extra zuiveringsinstallaties opgezet worden. En dat is ook zo, drinkwatermaatschappijen vandaag, die zuiveren het grondwater van nitraten met filters en zo, omdat die te rijk zijn aan nitraten. Ja. Dus veel, eigenlijk wel anti-leven zou je kunnen zeggen. Hè. Zowel voor mens als dier als voor planten. Ook voor planten heb je daardoor eenzijdige plantengroei, want stikstof levert groei op. Hè. En als je dus in beken en heel veel stikstofrijk water hebt, dan ga je bijvoorbeeld de netels en distels sneller doen groeien. Hè. En minder andere bloemen, wilde bloemen bijvoorbeeld, die gaan altijd de dupe zijn van die krachtige planten die door dat stikstof gepromoot worden. En u spreekt zelfs van een achteruitgang. De nitraatnorm wordt al jaren overschreden. Ja, dus we moeten een doelstelling halen van Europa waarbij we meten dus dat water op de grond en in de bodem. En we moeten, wat de oppervlaktewater betreft, rivieren, beken en zo, grachten, 5%, maximum 5% rode meetpunten hebben. Dus waar de stikstof, niet waar de nitraatnorm overschreden wordt. Ja, en we zitten nu aan 28%. Ja, dus in plaats van de voorbije 10 jaar, in plaats van vooruit te gaan richting 5%, gaan we nu zelfs de laatste jaren weer omhoog. Hè? En waarom is dat? Grotendeels, we hebben in de eerste jaren, de eerste mestactieplannen, zijn wat we noemen het laaghangend fruit geplukt. Er zijn de grootste problemen het eerst aangepakt waar die problemen waren. Maar er blijven er voldoende over en daar wordt niet op ingegrepen. En blijven problemen, misbruiken, foutbemestingsplannen, weersomstandigheden ook wel een rol spelen. Maar we gaan dus geen sikkepit meer vooruit, ondanks inzet van veel centen ervoor, ondanks begeleiding van landbouwers. En ondanks maatregelen eigenlijk ook. Ja, en er wordt te veel bemest, zegt u ook. Ja, er wordt te veel bemest. Dus dat zijn de landbouwers dus. Ja, op twee manieren. Hè. Het gaat over landbouwers die te veel bemesten, maar ook tuinbouwers. Waarom zeg ik tuinbouw? Dat over intensieve groenteteelt en zo gaat het. Omdat die natuurlijk een snelle productie willen hebben en een grote productie. Overigens ook landbouwers. Landbouwers hebben een heel laag inkomen. Je moet eerlijk zijn, ze worden niet eerlijk vergoed voor hun producten. Ja, wat moeten ze dan doen om te overleven? Hun productie te proberen te maximaliseren. Enfin, dat is, elke landbouwer wil dat proberen te doen. En dat doen ze door te veel te bemesten. En dan hebben ze de neiging om wat te overbemesten. Dat doen ze. En dat is een oude gewoonte. Kap maar op het land. De planten kunnen er alleen maar sneller door groeien. Maar je verarmt de bodem en je krijgt ongezond water. Ja, en dan is er ook een probleem met kunstmest. Er is ook een probleem met kunstmest. Omdat er is een relatie tussen dierlijke mest enerzijds en die ongezonde kwaliteit van het water. Maar ook met kunstmest, omdat in een aantal sectoren nog heel veel kunstmest wordt gebruikt. En kunstmest de bodem niet verrijkt. Ik bedoel, in een gezonde bodem heb je resten van planten, humus genoemd, die samen met de dierlijke mest die erop komt tot een rijke en voedselrijke, begrijp het maar zo, een gezonde bodem aanleiding geeft. Als je dat verstandig doet, zoals in de biolandbouw, dan heb je goede opbrengst met een matige bemesting. Groen en dierlijke mest. Als je alleen kunstmest gebruikt, dan ga je alle humus, alle plantaardige bestanddelen van de bodem gaan verdwijnen. Insecten verdwijnen uit de bodem, wormpjes en zo van die dingen. Het is dan krijg je een eenzijdige arme bodem. En je moet eigenlijk relatief gezien altijd meer kunstmest opvoeren, die omgezet wordt dan en stikstof die door de planten wordt opgenomen. En je krijgt dus arme bodems. Dus eigenlijk moet je zo natuurlijk mogelijk proberen te bemesten. Het gebruik van groenbemesters, aangevuld met dierlijke mest en zo weinig mogelijk kunstmest om een goed effect te krijgen. Ik hoorde ook al het probleem van de weersomstandigheden. Hoe maken we nu een weersbestendig mestactieplan? Als andere landen daarin slagen, moeten wij daar toch ook in slagen? Ja, hier ligt natuurlijk een heel belangrijke relatie met het klimaat. Hè.
Door de klimaatopwarming zit je met het probleem dat je met de droge periodes krijgt in het jaar en te natte periodes in het jaar. Dat is het effect waardoor je afspoeling krijgt van bemesting. Ja, het buitenland zit met dezelfde problemen in Europa, die zijn niet anders. Dus het gaat erom dat de overheid strikte grenzen moet bepalen en de probleemgebieden, de focusgebieden heet dat in het vakjargon, waar altijd veel overschrijdingen zijn, ernstig en harder, strenger moet optreden. De, wat wij noemen, de cowboys noemen wij ze. Hè? Diegenen die altijd die normen overtreden, die moet je echt nu wordt er nog altijd een soort van pedagogisch beleid gevoerd met te weinig handhaving, ja. Te weinig sancties. En ik denk dat we echt de goeie moeten belonen en de slechte moeten bestraffen. Anders gaan we het er niet uitkrijgen. En, okay. En in West-Vlaanderen waar ik woon, is die overschrijding massaal. En ik ken de mentaliteit. En dat moet veranderen. Oké, goed. Dankjewel, Bart Caron. Ik begrijp, we moeten ze strenger aanpakken. Dat is het. Oké, dank u. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.